Ja, want die gaat dadelijk ook terug naar de kust van Urk natuurlijk. Want ja, daar resideert hij nou eenmaal, Lucas. Welkom. Wedstrijd van vanmiddag, dat je verliest van Horst 2-0. Dat is nog tot daar aan toe oefenwedstrijd. Maar de manier waarop, dat moet je toch te denken geven. Dat we hier vanmiddag een slechte prestatie leveren, dat ben ik niet echt verrast over. Het was de derde wedstrijd in 8 dagen. En ik ben sowieso niet van zoveel wedstrijden in zo'n korte tijd in de voorbereiding. Maar na de nacht van Nunspeet en het huwelijksfeest van Emiel Goud gisteren, had ik het niet zo slecht verwacht. Maar dat het niet zo heel goed zou zijn vanmiddag, daar ging ik eigenlijk wel vanuit. Ja, maar buiten die twee redenen die je noemt, is er dan ook nog een andere dat het gewoon niet wilde? We hadden natuurlijk een heel ander middenveld vandaag. Dat is wel natuurlijk het hart van de ploeg. Ik ga niet altijd praten over jongens die er niet bij zijn, maar er waren er toch vandaag 6 niet bij. In principe gaat het om wie er wel bij zijn. Waardoor je misschien toch te veel jongens op posities krijgt. Waarvan je misschien hoopt dat ze iets kunnen laten zien. Maar, en ze willen dat ook. Daar ben ik van overtuigd. Maar omdat het zo slecht draaide, lukte dat ook niet. Maar jongens die er niet bij waren, ik heb hier het briefje waar ik het opgeschreven heb. En dan hebben we het eventjes over de spelers die er normaal gesproken natuurlijk wel zijn als ze ook niet geblesseerd zijn. Emiel Goud, nou oké, dat spreekt voor zich. Melle van der Wouden, Marnix Tissing, Max Jansen. Ja, dat zijn toch jongens die geblesseerd zijn ook, hè, op dit moment? Ja, er zijn een aantal jongens geblesseerd. Contactblessures, oude blessures. Dus we moeten ook even geduld hebben. Maar nogmaals, ik had in principe van wat er vanmiddag stond wel het gevoel dat dit de beste oplossing was vandaag. Maar we speelden ook tegen Horst, daar moeten we ook de complimenten geven. Absoluut, die waren fel, die waren agressief, die speelden goed, goede druk naar voren. Dus het was niet alleen zo dat wij dat Nunspeet de oorzaak is van de 0-2. Ook Horst speelde prima. Nunspeet was te lief soms. Nou, laten we het erop houden. Ze wilden wel vandaag, maar ze konden niet. Als we nou terugkijken over die 4 oefenwedstrijden die er gespeeld zijn, wat heeft het je nu opgeleverd? Wat heeft voor duidelijkheid het je nu gebracht? Dat als iedereen fit is, dat het lastig wordt om de beste 11 neer te zetten. Maar hoe krijg je ze fit? Nou, die zijn straks wel fit. Ja, we zijn nu ook fit, alleen vandaag niet. Maar moet je luisteren, als je de nacht diep na de training donderdag en je moet mee aan het traditionele feest in Nunspeet. En daar ben je nog niet van hersteld. Je moet naar een bruiloft. Ja, dan dat is geen goede voorbereiding. Het moet, Lucas? Nou ja, ik had het graag anders gezien als trainer, maar het was een samenloop van omstandigheden, Fred. Maar goed, dinsdag dus weer. Nee, maandag al weer trainen. Natuurlijk alles op een rijtje zetten met het oog op de bekerwedstrijd volgende week zaterdag tegen Epe. Ja, maar ik ga ervan uit dat iedereen dan weer heel fit is, scherp is en weet dat we graag door willen gaan in de beker. En die geblesseerden, is er al uitzicht op wanneer die weer inzetbaar zijn? Dat moeten we maandag even afwachten, maandag, dinsdag. En dan weet je meer? Ja, ja. Dan eventjes nog vooruitkijken naar de competitie. Hè. Vorige keer hebben we het er al over gehad, de indeling. Maar nu is ook het programma bekend. En als we kijken naar de eerste wedstrijden, zeg maar de eerste periode eventjes. Nou, dat zijn niet de minste, Lucas. Zuidvogels uit, NSC thuis, SDC Putten thuis. Het begint gelijk behoorlijk. Mooie wedstrijden, dus tegen die tijd moeten we zorgen dat we fit zijn. Maar nogmaals, er zijn nog 4 weken tot de competitie. Hè? Ja, en die tijd heb je echt nodig? Die hebben we nog wel nodig, ja. Veel succes, dankjewel. Oké, bedankt. Dat was het vanaf de Wildzang. Maar Nunspeet speelde vanmiddag tegen de FC Horst. En de wedstrijd ging desondanks met 0-2 verloren. En dus wel de winnaar van het toernooi. Het stellen nederlaag toernooi.